Hallo allemaal! Nou, voor alles een eerste keer en zo ook voor een vlog vanuit mijn rol als opleidingsadviseur bij In Holland Academy. Nou, wat jullie hier achter mij zien, dat is duidelijk niet het kantoor van In Holland Academy zelf, maar dat is mijn huiskamer, of eigenlijk de keuken, waar ik nu zit te werken. En de coronatijd noodzaakt mij ook om thuis te zijn en daarmee ook op deze manier jullie meer informatie te geven. Graag had ik dat op een andere manier gedaan, face-to-face, had ik jullie willen ontmoeten, maar dat kan nu even niet. Dus we hebben het zo geprobeerd met enerzijds veel informatie al op de website, zoals startdata, de opbouw van het programma, maar ook toelatingseisen. En ik weet ook niet of dat nou is wat jullie ook daadwerkelijk van mij nog willen horen. Ik denk dat het veel meer gaat over wie is In Holland Academy, welk gevoel krijg je op het moment dat je bij ons een opleiding doet en wat kan ik daarin verwachten. Dus vandaar ook mijn gezicht en een korte toelichting van mijn kant. Te beginnen bij, nou ja, hè, wie is In Holland Academy? In Holland Academy hoort bij de Hogeschool in Holland. Is daarmee ook echt nauw verbonden aan de organisatie en in staat om kennis en kunde te bieden vanuit de organisatie zelf. En tegelijkertijd hebben wij nauwe contacten met het werkveld. Dus dat betekent ook echt dat wij docenten hebben die vaak als consultant werken, een eigen bedrijf hebben en ook bij grote en kleine bedrijven in adviesfuncties een rol spelen. Zij nemen dus ook casuïstiek mee uit de directe praktijk, kunnen actuele vraagstukken ook bespreekbaar maken. En dat is eigenlijk het mooie. Dus we hebben enerzijds de kennis en kunde vanuit de organisatie In Holland en anderzijds hebben we ook echt de ruimte en de vrijheid om op een flexibele manier om te gaan met de actualiteit en wat er nodig is in de arbeidsmarkt. Dus dat is In Holland Academy. En voor jou als cursist betekent dat dat je, denk ik, kwalitatief goed onderwijs krijgt. Maar daarnaast, en dat vind ik zelf heel mooi, zijn we ook heel persoonlijk en dichtbij. En dus dat je ook niet een nummertje voelt bij ons. Hoe doen we dat? Nou, dat doen we door directe lijnen met de opleidingsadviseur, bijvoorbeeld met mij. Maar vooral ook met de medecursist en met de docent. Doordat we met groepen werken niet veel groter dan 15 à 20 cursisten, soms ook echt kleiner, krijg je de kans om veel vragen te stellen aan de docent. Daarmee ook echt net een verdiepingsslag te kunnen maken als dat nodig is, maar ook hulp te vragen, want ook dat hoort erbij. En medecursisten, die spreek je ook echt en daar leer je ook echt van. Dus dat is heel fijn. Los daarvan hebben we een bedrijfsbureau en die zijn voor jou echt een direct aanspreekpunt. Bij problemen, zoals inloggen, of als je vragen hebt over tentamens, locaties, openingstijden, etc. Dus ik denk dat we persoonlijk en dichtbij zijn, maar tegelijkertijd ook echt de actualiteit kunnen verbinden aan de kennis en kunde vanuit de organisatie. En dat dat ook is wat maakt dat het fijn is om bij ons een opleiding te komen volgen. Mocht je nou nog vragen hebben over dat gevoel dat je kunt krijgen bij de organisatie, ofwel over praktische zaken, neem dan vooral contact met ons op. En ik wens je vooral ook heel veel wijsheid toe bij het nemen van een besluit of wij de beste opleider voor jou zijn. Ik hoop het wel en ik hoop je ook in de toekomst tegen te komen en te kunnen spreken. Voor nu een groet vanuit mijn huiskamer. Blijf gezond allen en hopelijk tot snel. Dag!